een collage van Oer-Hollandse tulpenblaadjes. Maar van een afstand ziet het er eigenlijk heel oosters uit. En dat komt door de roots van de maker van dit werk, Jennifer T, die via vaders kant uit Sumatra komt. En op Sumatra maakten ze van deze rituele doeken. Ze verbeelden de overgangsfase van de ene levensfase naar de andere. En dat zie je eigenlijk verbeeld in die boot hier beneden en het mensfiguur dat langzaam overloopt in een levensboom met hier in het midden dat tulpenveld. Wat je hier verbeeld ziet is de reis die haar vader heeft gemaakt in de jaren 50 met zijn ouders van Sumatra naar Nederland. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam gaat over de verbeelding van spiritualiteit door kunstenaars, jong en oud. Ik ben heel benieuwd wat voor werelden voor mij opengaan. In Avotros nu te zien verlaat een museumdirecteur zijn of haar eigen museum om een bijzondere tentoonstelling te bezoeken. Vandaag is Paolo Martina, directeur van de Musea Zutphen, bij Spirituele Urgentie in het Stedelijk Museum Schiedam. Nu te zien. Deze rituele cirkel, bestaande uit totems, is gemaakt door Julie de Ruiter in samenwerking met Beer van Geer. De kunstenaars die hebben hier een vertaling gegeven van het hartritme van 16 vrienden en familieleden. En je ziet het dat ze allemaal individueel anders zijn. Het hart betekent voor deze twee makers de verbinding tussen de uiterlijke tastbare wereld en de innerlijke onzichtbare binnenwereld. En deze cirkel op de grond staat voor onze verbondenheid als mens met de natuur. Het bestaat uit steentjes en schelpjes en stukjes hout en veertjes. En het refereert daarmee ook naar een soort oervorm, naar het kind zijn. Ik verzamelde ze alle drie op Curaçao. Volgens kunstenaar Sophie Steengracht moeten we zorgen voor de natuur en haar niet alleen maar uitbuiten. Ze gebruikt in haar werk dan ook alleen maar pigmenten geëxtraheerd uit haar eigen tuin, gecombineerd met blaadjes, grote bladeren, bloemblaadjes, ook uit haar tuin. Het is een interessante combinatie van een samenwerking met de natuur en inspiratie door de natuur. Dit werk van Certiza Solano is wel echt een van mijn favorieten. Zij laat zich inspireren door de verhalen van haar Curaçaose oma. Verhalen, fabels, mystieke vertellingen. En dat herken ik, want ik had net zo'n oma. En als je goed naar het werk kijkt, zie je dat schimmenspel. Die figuren uit een andere wereld die elkaar spiegelen en elkaar proberen aan te raken en met elkaar verstrengeld raken. En dat spel van dat licht en die schaduw, dat is voor mij heel herkenbaar als Curaçaonaar. Een fantastische illustratie van de verhalen van mijn geboorte-eiland. Ja, 100 jaar daarvoor maakte Frans Stamkaart dit werk, ook een spel van licht en schaduw. Opgebouwd met alleen maar zwart krijt. En we zien Salome, die danst haar dans van de zeven sluiers. En het witte, het lichte, heeft hij eigenlijk weggegomd. En daardoor ontstaat een soort schittering, een lichtbron van achteren naar voren. Dit mystieke spel hoort heel erg bij de stroming die het symbolisme heet. Een grote contrast met de donkere wereld van Stamkaart treffen we hier aan in deze kleurrijke explosie van onder andere Forzani. Forzani die werkt met allerlei culturele identiteiten, met onder andere kleding, met kussens, met wandtapijten. Een wereld waar iedereen zich thuis mag voelen. Als we het over spiritualiteit hebben in de kunst, kom je al snel uit op het werk van Wassily Kandinsky. Kandinsky is een van de eerste kunstenaars die volledig abstract werkte.
En zijn belangrijkste inspiratiebron was de muziek. De klank zette hij om in kleur en in vorm. Een cirkel heeft een bepaalde innerlijke klank. Een lijn heeft een innerlijke klank. Maar ook een kleur heeft een innerlijke klank. En samen vormen ze een spirituele ervaring. En 100 jaar later zie je dat ook terug in het werk van Tim Wes. Tim Wes is een geestverwant van Kandinsky. Een jonge, talentvolle jazzmuzikant die zich de laatste jaren laat inspireren door zijn eigen muziek. En daar maakt hij dan schilderijen bij. Je zou hem een hedendaagse Kandinsky kunnen noemen. Of een hedendaagse Uomo Universale. Want hij is componist, hij is filmer, hij is muzikant en hij is beeldend kunstenaar. Wat ik van deze tentoonstelling heb geleerd, is dat spiritualiteit vele moeders kent. Het zijn de muziek of rituelen of culturele tradities. Het was voor mij een feest van herkenning en tegelijkertijd was het ook heel veel ontdekking, een spirituele reis. Spirituele urgentie, Stedelijk Museum Schiedam, nu te zien.